dorp dat nog herinnert aan de tijd toen Vreeswijk de grootste vloot van zandschepen in ons land had. Want Vreeswijk bestond van de zandwinning. Het gele goud werd het zand hier genoemd en daar zijn ze nog steeds een beetje trots op. Vandaar ook dat met een tentoonstelling nog eens aandacht wordt besteed aan die zandschippers van toen, de beugelaars. Dit beeldje heet de beugelaar en dat stelt voor een zandschipper, die werd zo genoemd. En het herinnert aan het roemruchte verleden van Vreeswijk toen het gele goud, dus het zand uit de rivier, gewonnen werd. Beugelen, want mijn vader die kon niet meer en mijn andere broer ging met een scheepje af. Dus ik was eventjes 16 jaar, toen moest hij ook beugelen. Dat beugelen was zo goed, die beugel. Dan kwam hij hier ongeveer in het water als je pas begon. En dan kwam hij aan de grond. En dan werd hij zo volgetrokken naar achteren. Want hier kan hij dan niet naar de grond komen, dat touwtje is te kort. En dan kwam hij op, dan kwam hij zo omhoog. Zat die beugel vol met zand. En die werd opgehezen door een lier hier. En dan werd hij zo boven het scheepje omgedraaid. En dan viel het zand er allemaal uit. Mijn moeder maakte de zakken zelf. Dat was gewoon zakken van stug linnen. En hoe lang ging zo'n beugel mee? Zo'n zak? Nou, een week of vier. En dan kreeg je, voor die tijd kreeg je wel eens dat er een gat in viel. En nou, dan hadden we hadden gewoon een naald aan boord. Een flinke naald met touw. En dan stopt hij dat ding lekker. Behalve 's winters was het niet zijn best werk hoor. En als de naald er slecht doorging, haalde hij hem even door je haar. En dan ging hij lekker hoor. De zandscheepjes, of ook wel de zandlichters zoals ze genoemd werden, die voeren 's morgens voor dag en voor dauw hier die bovenkolk uit. En dan gingen ze hier de lek op om het gele goud te winnen, het zand te winnen. Je ligt hier aan de rivier die dat zand aanvoert. He, dus ja, dat is het logisch als je je broodwinning zo dicht bij huis hebt dat je daar gebruik van gaat maken. Want ja, het geld ligt dan eigenlijk voor het oprapen, al moet je er wel heel zwaar voor werken. En u heeft ook iets persoonlijks met deze plek, hè? Ja, je ziet hier achter mij dat huisje. En daar zat de sluismeester. En dat was mijn grootvader. En die inde hier de tol, zal ik maar zeggen, voor de stad Utrecht. Want de sluis is nog steeds van de stad Utrecht. Voor een zandscheepje van 50 ton was je 2 kwartjes kwijt. En ik weet ook nog heel goed dat de schepen hier door de sluis schutten. Ja, want iets verderop naar beneden, daar zwommen wij dan gewoon in het kanaal. En dan was het een leuke sport schuitje pikken. Hè? Dan ging je achter de roeiboot hangen, dan liet je je lekker een eentje mee varen. Ja. Daar in de verte zien we de lekbrug liggen. Daar heeft u ook nog voor gebaggerd, hè? Daar hebben we ook voor gebaggerd, ja. Daar hebben we de oprit aangevaren. En dat was voor ons heel mooi werk, want we baggerden hier aan de overkant van de lek. En we losten in de Schiebrughaven. En dan konden we 1,5 reisje, 2 reisjes op een dag doen. Als het erg wou,
Dat was een twee reisje, maar zeg maar anderhalve reis per dag. En daar hadden we een goed bestaan mee, ondanks dat de prijzen van het zand toen nergens op leken. Nee, hoeveel kregen we voor een kuub zand? Nou, toen kregen we 40, 45 centen voor een kuub. Dat was niet veel? Nee, dat was heel weinig. Want we kregen voor een schatje zand kregen 16, 17 gulden. En hoe lang was u daarvoor bezig? Nou, een reisje zand, dat was 4 uur baggeren, dan ging het goed. En neer dat dan weer gelost was, dan was je een uur of 3 verder. Als het leeg was, dan stond hier een steiger langs de rivier. En dan lagen we het scheepje net boven en je stapte van boord af over de dijk heen. En je zat achter de tafel. Ja. Door de kanalisatie van de Nederrijn en de Lek voert de rivier dus geen zand en geen grind meer aan. Dat komt doordat die stuwen hier in de rivier gebouwd zijn, hier bij Hagestein. Eentje bij Amerongen en bij Driel. En ja, als er geen zand meer is, kun je het ook niet meer uit de rivier halen. Dus eigenlijk heeft die kanalisatie van de rivier de doodslag betekend voor de zandwinning. Wij proberen het trachten nog verder te gaan, maar het zal heel moeilijk zijn voor mijn schoonzoon en mijn dochter. Want die nemen het bedrijf over? Die nemen het bedrijf over, dat willen ze tenminste graag doen. En wij hebben jarenlang goed ons brood gehad, maar door allerlei omstandigheden, doordat er minder zand op de rivier komt en dat we nu hier ook van de locatie moeten, dan zal het toch moeilijk zijn. Doet u dat pijn? Ja, heel erg. Ja, dat is het hele stuk van mijn leven geweest. Ja. Ja, van de grond af opgebouwd. Eerst mijn vader en toen een oom. En nu wij met een broer samen. Dat doet me erg pijn. Ja.